Gemeente Nijmegen start met pilot om afvalprobleem in de wijk Meihorst aan te pakken. Hier wonen heel veel nationaliteiten, dus misschien is het wel niet voor iedereen duidelijk. Hè? Daarom die pilot om te kijken of dit gaat werken. En verder in het nieuws vandaag. Dweilorkesten volop een repetitie voor gevelconcert van zondagavond. Tientallen zakken afval die weken op straat liggen omdat DAR het niet kan ophalen. Het is een bekend probleem in de wijk Meihorst voor de bewoners. Het afval ligt zo lang op straat omdat het verkeerde afval wordt aangeboden of omdat het op de verkeerde plek wordt aangeboden. Gemeente Nijmegen start nu met een pilot om dit probleem aan te pakken. Dit is hoe de straten er vaak uitzien in de wijk Meihorst in Nijmegen. Zakken met afval die wekenlang op straat liggen tot grote ergernis van buurtbewoners. Het is onderdeel van een groter probleem. Het verkeerde afval wordt aangeboden en vaak op de verkeerde plek. Maar ook kan de vuilniswagen niet op de ophaalplek komen door fout geparkeerde auto's. De gemeente wil dit gaan aanpakken en start met een pilot. Nou, in Meijers was veel probleem met het afval aanbieden, zeg maar. Nu hebben we een tegel zijn we hier gaan leggen, met een QR-code erop. Op een aanbiedplek waar je het mag aanbieden, maar ook in verschillende talen. Hier wonen heel veel nationaliteiten, dus misschien is het wel niet voor iedereen duidelijk. Daarom die pilot om te kijken of dit gaat werken. Dat mensen een QR-code kunnen scannen met hun telefoon. Daarop kun je zien de aanbieddag en wat je mag aanbieden in die week. En dat is wel, wij hopen dat dat gaat helpen. Ik ben een tijd geleden ben ik hier mee geweest en de oranje plastic afvalzakken die een kilo mogen wegen bij wijze van, die wegen hier 10 kilo of meer. En dan krijg je van als je zo'n zak optilt, scheurt die kapot, valt het op straat, ja, en dan waait het weg. En dan, ja, dat is voor niemand een prettige leefomgeving. Om die leefomgeving te verbeteren moeten de buurtbewoners ook zelf aan de slag. De pilot die gestart is moet meer duidelijkheid geven over welk afval er aangeboden mag worden en wanneer en waar dit wordt opgehaald. Maar dit lost niet het hele probleem op. Het is ook een deel van, ja, hoe moet ik het netjes zeggen? Het is lastig om netjes te verwoorden, want ik ben af en toe best wel boos als ik dan zie van hoe het wordt aangeboden. En iedereen weet dat een bankstel dat je niet zomaar langs de straat kunt zetten en zo allemaal. Dat gebeurt tegenwoordig op steeds meer plekken. Hele huisraden worden er neergezet. Ja, dan denk ik ook bij mezelf, kom op, waar zijn we ze allemaal mee bezig? Zorg voor elkaar, zorg voor een schone leefomgeving. Dat is zo belangrijk. De gemeente gaat ook zorgen voor meer handhaving in de wijk. De wijkboa's, zeg maar, die meer op afval gaat controleren en zo allemaal, die zijn er tegenwoordig ook toe bevoegd. Dus dat we zakken die verkeerd worden aangeboden mee kunnen nemen en uit kunnen pluizen met adressen erin en zo allemaal. En dan zullen er uiteindelijk procesverbaal gaan komen. Eerst een waarschuwing, hè, en daarna een procesverbaal. Maar het is echt een dichtbevolkte buurt ook hier natuurlijk. En het is vrij anoniem, hè. Bij een flat kun je makkelijk je vuilniszakken neerzetten. En nu hopen we dat dit gaat helpen. Stak kunstenaar Rob van Veenendaal uit Nijmegen zichzelf dood of deed een 58-jarige logé dat? De vraag of het om een zelfmoord ging of moord stond woensdag centraal in de rechtbank in Arnhem. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord en eist 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de logé. De politie trof kunstenaar Rob op 1 augustus vorig jaar dood aan in diens woning in de Nijmeegse wijk Pottendaal. De verdachte, die dakloos was en door Rob werd opgevangen in diens huis, werd enkele dagen later opgepakt. Deskundigen zeggen dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is en de kans op recidive hoog. De dakloze is al eens veroordeeld voor exact hetzelfde soort vergrijp met messen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Een 52-jarige inwoner van gemeente Westmaas aan Waal is woensdag opgepakt op verdenking van het produceren van ketels voor de productie van harddrugs. De politie geeft verder weinig details vrij over de arrestant en het bewuste pand. Wel laat ze weten dat de ketels onder andere bedoeld waren om speed en amfetamine mee te maken. Behalve ketels produceerde de verdachte ook ander gereedschap voor de productie van drugs. De arrestatie is een flinke tegenvaller voor de producenten van dit soort drugs in de regio. Alleen mensen die beschikken over zeer specifieke kennis kunnen de ketels maken, laat de politie weten. Wiegen start komend jaar een pilot met kabelgootjes. Dat zijn sleuven in de stoep die inwoners zonder oprit straks door de gemeente kunnen laten aanleggen om toch voor de deur met eigen stroom hun elektrische auto op te laden.
Met de proef wil de gemeente vanaf 1 januari een jaar lang onderzoeken of kabelgootjes een geschikte oplossing zijn voor mensen die wel een elektrische auto en zonnepanelen hebben, maar de auto niet met eigen stroom kunnen opladen. Bijvoorbeeld omdat ze geen eigen oprit hebben of omdat ze te ver af wonen van een openbare laadpaal. De kosten komen volledig voor rekening voor de aanvrager. Traditiegetrouw, op de zondagavond speelt natuurlijk het gevelconcert. Vanuit verschillende dweilorkesten spelen er vanuit de trappen, het bordes en op het podium aan de Grote Markt zo'n 70 muzikanten, de leukste meezingers en de echte Nijmeegse liederen. Maar voordat het zover is, moet er natuurlijk gerepeteerd worden. In de Nebelkerk zijn de verschillende muzikanten druk aan het voorbereiden voor de zondagavond. Maar voordat er gerepeteerd werd, was er ook nog ander werk aan de winkel. Nou, ten eerste moet natuurlijk de muziek geschreven worden. En dat, dat doe ik meestal een half jaar van tevoren. Dan begin ik flink te pennen. Vervolgens wordt het een beetje uitgedeeld aan verschillende orkesten. We hebben een paar orkesten die redelijk compleet meedoen. Dus die kunnen al eerder beginnen op de repetitie. Dus die krijgen voor mij iets eerder de muziek. En met een beetje geluk, en meestal gaat het wel goed hoor, want er zijn ook een hoop mensen die de nummers nooit gespeeld hebben. Maar die spelen eigenlijk op zo'n repetitieweek die nummers eigenlijk gelijk goed mee. Dus er is ook heel weinig werk aan wat dat betreft op de repetitieweek zelf. Dus al het vuile werk is eigenlijk al gedaan. En nou, het loopt tot nu toe nog redelijk gesmeerd. Dus, gaat lekker. En dat het zo redelijk gesmeerd loopt, is natuurlijk ook wel te danken aan de jarenlange ervaring die het gevelconcert heeft. Het zijn verschillende dweilorkesten, zoals dat nog steeds heet. Dat betekent de Bloemops van Tattemen, de Fietsband en ook nog wat mensen vanuit de Kwakkenbergband. Het zijn dus eigenlijk allemaal muzikanten uit verschillende dweilorkesten die eigenlijk al jaren hier met het gevelconcert meedoen. Dus ook wel een klein beetje routine, mag je wel zeggen. Maar ondanks de routine blijft het voor Nijmegen, traditiegetrouw, echt een feestje. Maar wat is nou het geheim van dit succes, waar altijd wel zo'n 3000 bezoekers op afkomen? Ik denk dat het vooral is iets wat al heel lang geleden is ontstaan. Ik zou bijna willen zeggen spontaan op een andere locatie in de stad. Dus men leeft er naartoe, het is een feestje, het is gezelligheid, het straalt eraf. Je ziet het hier ook gebeuren. Dus ja, hoe Nijmegen is het. Op de Grote Markt, uit de gevels, van de Waag, de Lakenhal. Nou, Nijmeegse wordt het niet, denk ik. Gelukkig krijgen wij al een klein tipje van de sluier van wat we kunnen verwachten. Heel leuk Nederlands nummer, mag ik eigenlijk niet verklappen, maar die heeft niet meegedaan met Songfestival, maar bij ons doet hij wel mee.
het weer. Er staat voor deze vrijdag een natte dag op het programma. In de vroege ochtend trekken de eerste buien al over de regio. En dat gaat zo door tot diep in de middag. Daar zitten ook pittige exemplaren tussen, waar soms veel regen uit kan vallen. Hierdoor wordt ook koelere lucht aangevoerd, waardoor het maximaal 17 graden wordt. Zaterdag begint nog wisselvallig met wat buien. Maar verderop in de dag blijft het vaker droog en komt de zon tevoorschijn. Ook zondag wordt een aardige dag met slechts een kleine kans op een enkele bui. Het kik gaat weer omhoog naar zo'n 21 tot 23 graden. En volgende week, dan komen de zomerse waarden weer in zicht. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 11 juli. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op rn7.nl of in de RN7 app. Morgen zijn we er uiteraard weer, dus graag tot dan.